Hallo allemaal, ik vind het heel bijzonder dat ik vandaag hier sta, want ik had eigenlijk verleden maand al zo ontiegelijk op mijn hart om tegen deze verschrikkelijke dag te bidden. En helaas noemen sommige mensen het zelfs een feestdag. Vandaag is het 31 oktober, Halloween, en ik wil jullie echt een stukje bemoedigen en onderwijzen, of je nou gelovig bent of niet, wat we eigenlijk vieren. Dit is niet normaal, dat we eigenlijk zo'n dag vieren. Dit heeft alleen maar te maken met dood en demonen, kort gezegd. Het is zelfs zo, ik vertel het even breed, straks zal ik gaan indiepen vanuit het woord van God ook. God houdt zoveel van ons dat hij eigenlijk jou en mij wil beschermen voor deze dag. Deze dag is echt geboren rechtstreeks uit de hel. Ja, dat klinkt heel bizar, maar dit is ook een bizarre preek. Ik wil niemand bang maken, ik wil mensen alleen maar bemoedigen. En echt laten zien hoe goed God is. Dat God ons wil beschermen voor alles wat jou en mij kwaad kan doen. Als wij onze kinderen Halloween laten vieren, dan zeggen we eigenlijk, ja, vier maar de dood. Vier maar de enge dingen. En misschien denk je wel, ja Edward, het is maar één keer in het jaar. Nou, daar heeft de duivel al genoeg aan, om jou te kunnen bezeren. Om jou letterlijk, geestelijk in zijn greep te kunnen hebben. Ik ga ook bijbelteksten uitdiepen, want het woord laten spreken is altijd het krachtigste. En ik wil ook echt bidden voor iedereen die hiernaar luistert, dat je hart zacht mag worden. En dat je een openbaring van God zelf mag krijgen door zijn Heilige Geest. Want Jezus is niet voor niks gestorven. En heeft niet voor niks ons de opdracht gegeven. Het volgende. In Matteüs 28. Ga dan heen en verkondig het goede nieuws. Het nieuws van Jezus Christus. Maar hij zegt ook, doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En onderwijzen wat ik jullie heb geleerd. Nou, één ding heeft Jezus ons geleerd, en dat is, luister altijd naar de Vader. Hij heeft ons niet geleerd, luister maar naar de duivel, of wel? Nee, dat niet. Exact. En Halloween is echt, luister naar de duivel. Het is gewoon, het is niet anders. Het is verschrikkelijk. Romeinen hoofdstuk 12, vers 1 en 2 zal ik eens voorlezen. En dit leert God jou en mij. Ik lees uit een ouderwetse vertaling, dus misschien kan je meelezen als je het lastig vindt om te begrijpen. Ik roep u dan op, broeders en zusters. Dus God roept ons op. Vanwege de barmhartigheid van God. Dus omdat hij ons zo lief heeft. Om uw lichaam in te zetten als levende, heilig, aan God, welbehagelijke offerande. Uw eredienst in de zin van het woord. In het zin van het woord. Jouw leven en heilig leven zijn in de zin van het woord. En het woord van God is altijd liefde, opbouwend, bemoedigend, vertroostend en daar zit geen angst in. Want God heeft ons geen geest gegeven van angst. Amen. Maar van liefde, kracht en bezonnenheid. Bezonnenheid is een goed verstand. En dat vind ik dan zo bijzonder, want vers 2 van Romeinen 12 zegt dan ook, word niet gelijkvormig aan deze eeuw. Nee, word hervormd in de vernieuwing van het denken, zodat jij kunt toetsen wat de wil van God is. De wil van God is niet dat wij elkaar bang maken. Dat wij als een demon over straat lopen. Als wij als een skelet of als een heks of als wat dan ook over straat lopen. Omdat dat gezellig is. Omdat dat leuk is. Hallo dan. Ik kom in het zwembad van mijn zoontje. Daar hebben ze gewoon voor de grap bebloede handen op de ramen gemaakt. En alles gewoon in Zutphen. Nou, ik vind het echt niet normaal. Ik merk zelfs dat ik daar boos op kan worden. Dat heeft natuurlijk geen zin. We moeten juist niet luisteren, want dat wil de tegenstander ook, dat wij als christenen zo agressief gaan doen, dat daar niks christelijks aan is. We hebben hier wijsheid voor nodig. Dit zijn ook tekenen van de eindtijd. Dit zijn gewoon tekenen dat de liefde zal verkillen. Ik had vandaag iets grappigs gevonden op Facebook. Ik heb dat ook gedeeld. En ik wil dat voorlezen. Dit laat al zien dat deze maatschappij eigenlijk zo krom is. En of je nou gelooft in Jezus of niet, ik denk dat iedereen inziet in deze maatschappij dat echt dingen abnormaal zijn. Wat er gebeurt in de wereld, niemand weet meer wie die is. Het is bizar voor woorden. Moet je horen, dit las ik vanochtend. Halloween. Zwarte Piet is tegenwoordig verboden. Daarvoor in de plaats hebben we nu Halloween. Met bebloede gezichten, moordwapens en afgehakte ledematen. Het is maar wat je de kinderen het liefste voorschotelt.
Ik snap als mensen discriminatie vinden van Zwarte Piet. Goed, prima. Ik pas mij dan aan. Ik wil niemand namelijk kwetsen. Maar kom op, ik word heel erg gekwetst door Halloween. Ik word heel erg gekwetst. Als ik schattige kindjes op straat zie, met messen, met bloed, en ik zie het ook gebeuren, ze leven zich helemaal in. Op het moment dat zo'n kind, hè, een mes van plastic vast heeft, een bebloede masker op heeft, denkt hij dat hij gewoon gemeen is en eng is, en hij zal zo andere kinderen behandelen. Ik zie dat op straat gebeuren, dat kinderen dan helemaal in die demonische rijk zitten. Want wij leven in een oorlog eigenlijk. Het is allemaal geestelijke oorlog waar we in zitten. En de Bijbel is zo heerlijk daarin. Hij wil ons dat allemaal leren. De grootste zegen of vloek ligt aan ons denken. Echt waar. Jij kan denken, ach ja, hè, ik ben wel christen, ik ben gered, mijn ziel. Prijs God. Ieder die de naam van Jezus aanroept zal gered worden. Maar dat wil niet zeggen dat jij met de volle potentie, wat God aan jou en mij heeft gegeven, ook in vervulling zal zien gaan. Dat kunnen we alleen als we op de pad van God lopen. Als jij niet op de pad van God gaat lopen, dan kan God jou niet de dingen geven die hij op zijn pad heeft liggen. Zo simpel is het. Het geloof is zo simpel. Alleen wij vinden het soms moeilijk om simpel te denken. Of we zijn zo nieuwsgierig. Hè? Dat zijn wij ook. Dat was Adam en Eva al. En die zoekte van die boom van leven, van emotie, van goed en kwaad, van kennis. En zo zie jij en ik er ook uit. Wij zijn nieuwsgierig. En dat moeten wij kruisigen onder andere. Want misschien een heel moeilijk woord, wat bedoel je dan Edward met kruisigen? Nou, Jezus is aan het kruis gegaan om al onze zonden op hem te nemen. Om de duivel te verslaan en om ons liefde daadwerkelijk te leren kennen. En om ons, doordat hij terug is naar de Vader, ons de Heilige Geest heeft gegeven, om te ontdekken wat onze levenswandel, onze roeping is. Dat we steeds meer op Jezus mogen lijken. Oh, dank u Jezus. Maar hij wil jou ook beschermen voor het kwaad. Hij wil jou beschermen, zodat jij weet dat de geestelijke wereld reëel is. En als er mensen zijn die niet geloven dat christenen bezeten kunnen raken, dat is klinkklare onzin. Want in de tijd van Jezus waren bijna iedereen geloofd. Iedereen geloofde in God. En een van de eerste wonderen die wij ook lezen van Jezus was, notabene, in een synagoge. Dat kan je zien, hè, als een Joods kerk. Jezus geeft het onderwijs en in die synagoge, een gelovig iemand, was bezeten. Dus ook wij christenen moeten juist oppassen. Want de duivel wil niks liever dan dat christenen in de naam van Jezus foute dingen doen. We kunnen 100 goede dingen doen, dat herkent iedereen. En dat vinden mensen mooi, maar doe jij één fout iets, vergeten ze vaak al het goede dat jij hebt gedaan. Halloween zet de poorten van de hel open. De Satan weet dat. Ik lees boeken, ik studeer en ik zie ex-satanisten die uiteindelijk tot geloof zijn gekomen zeggen, Halloween is een groot feest. Vele kinderen worden vaak niet gevonden, die worden gewoon gekidnapt en alles om offers te doen. Kinderoffers zijn reëel. Offers zijn reëel voor de Satan. Halloween is een feestdag van de duivel om onder andere mensen te offeren. Zo ver gaat dat. Het is een poort die open gaat, waar de duivel geniet van heeft. En wij mensen zien het als een feestdag. Het is verschrikkelijk. We moeten als christenen hier echt tegen gaan bidden. En mensen die nog niet, ja, het niet zo letterlijk opvatten, die wil ik echt waarschuwen. Van, denk eens na, er is al zoveel haat in de wereld. En Halloween staat alleen maar voor dood en verderf. Het is hoe je wilt denken. Dat zien wij ook vaker, hè? Als iemand, bijvoorbeeld een vrouw die zwanger is, als die een kind gaat baren, dan wil ze eerst het hoofdje zien, niet de voeten als eerste. Dat is best verschrikkelijk als dat gebeurt. Dan kan het helemaal fout gaan. We willen eerst het hoofdje zien. Zo is het ook bij ons. Eerst moet iets bij ons in het hoofd komen, zodat het op de juiste manier geboren kan worden. Het woord van God is zo'n mooi woord dat het ons wilt leren dat we in een geestelijke strijd leven en dat jij en ik op de smalle weg heel veel vruchten kunnen hebben, al mits we ook luisteren naar God. 2 Timotheus vers 1 tot en met 7 wil ik voorlezen. Daar staat het volgende. Want God heeft ons niet een geest van lafheid gegeven, maar van kracht, liefde en bezonnenheid, wat ik net al zei. En dan moet je daar eens over nadenken. Als we daarover nadenken, wil God dus niet dat jij bang wordt.
Hij wil niet dat jij laf bent. Nee, hij wil juist dat jij het tegenovergestelde laat zien. Hij wil zo graag dat jij de hel zal plunderen en de hemel rijker zal maken. Want de hel is nooit gemaakt voor mensen. Ze denken wel, oh, God is gemeen, want de hel, ik ga naar de hel als ik niet in hem geloof. Fout gedacht! God is zo lief dat hij heeft verteld wat er nodig is om niet naar de hel te gaan. De duivel is zo gemeen dat hij de recht van de eerste mens heeft afgepakt door de zonde, dat wij kansloos worden geboren al. Wij worden in zonde geboren. Wij hebben Jezus zo hard nodig. We hebben de gedachten van God zo hard nodig. En die zijn altijd goed. Die heeft zo'n groot plan met jouw leven. En wanneer wij openstaan voor een geestelijke wereld, want daar leven we in, want wat denk jij? Dat dit leven hierna stopt? Kijk, ik als christen weet dat ik naar de hemel ga. Maar het is zo bijzonder dat elk mens al een besef heeft, waar leef ik nou voor? Is dit mijn leven? Weet je wel? Maar dat komt dat God iets in ons hart heeft geplant al, dat jij weet dat je meer bent. Dat je bedoeld bent om te heersen over de natuur in principe. Dat is ook zo. Maar daar maken mensen ook misbruik van. Als ze het niet doen hoe God dat wil. En dat is met alles zo. Zelfs met feestdagen. Zelfs met trouwen. Noem het maar op. Overal wil God dat je naar hem luistert. Zodat hij jou het beste kan geven. Hij is een liefdevolle vader. 2 Korintiërs 5 vers 7. Daar staat iets heel bijzonders. Want in 2 Korintiërs 5 vers 7, als ik het opnoem, dat kent bijna iedereen. Daar staat, want wij wandelen in geloof en niet in weten. Ik ga hem verder lezen tot vers 11. Moet je horen hoe die verder gaat. Maar dit is de kerntekst. Dat wij niet leven vanuit het weten. Dus dat is jouw verstand. Wat je ziet, wat je voelt. Alles wat te maken heeft met de ziel. Met jouw gevoel. Nee, we leven uit geloof. Dat wat de Heilige Geest tegen onze geest wilt zeggen. Want elke mens bestaat wel uit geest, ziel en lichaam, maar jouw geest zal nooit tot leven komen als God er niet bij kan komen. En die kan er pas bij komen als wij Jezus herkennen. En dan ga je ook heel anders denken over Halloween. Dan ga je heel anders denken over de geestelijke wereld. Dan ga je een gezonde angst krijgen voor de geestelijke wereld en een gezonde haat krijgen tegen de demonen. Dan wil je mensen vrij zien. Dan wil je mensen die gevangen zitten door leugens de waarheid vertellen. Van Jezus. Dat je meer bent dan overwinnaar. Mits je de pad van de liefde gaat bewandelen. Die God voor jou klaar heeft gelegd. Je hebt een afschuw voor horrorfilms. Je hebt een afschuw voor Halloween. Waarom? Omdat het bij de duivel hoort. Wij willen het niet in ons huis. We willen het niet. Wij willen zelfs de satanisten en de heksen. En dan bid ik ook bij deze. Dat zij zich bekeren. Amen. Dat zij alles met hun, wat hun weten van de tegenstander, open en bloot vertellen. Zodat we nog krachtiger mogen bidden. Amen. Want ook zij zijn mensen. En de duivel is zo gemeen. Die komt om te roven en te stelen. En wilt juist de mensen pijn doen. Wat denk je? Dat IS-strijders. Dat die zomaar IS-strijders worden? Nee. Ik heb er genoeg gehad om met één iemand te bidden. Die op het punt stond om Jezus aan te nemen. En dat ik met hem zat. En dat ik de woorden van God kreeg. En hij heeft zijn leven aan Jezus gegeven. En weet je wat zijn verhaal was? Waarom hij in Syrië is gaan strijden? Omdat hij altijd gepest werd. Altijd gehaat werd. Hij was half Marokkaans, half Belgisch. Bij de Belgen was hij een stomme Marokkaan en bij de Marokkanen was hij een stomme Belg. Er was zoveel haat in hem gezaaid dat hij alleen nog zijn geloof had, moslim. En de verkeerde imams wisten daar wel baat bij. Maar zeg ik verkeerde dingen over de islam? Nee, wij hebben ook onze kruistochten gehad. Dat was net zo erg, net zo duivels. Maar ik weet wel dat deze Jezus hem heeft aangeraakt. En dat hij nog een hele pad had te gaan, omdat hij zich had bevuild met demonen. En aan elk gevolg zit een consequentie. Maar hij kan nu wel de oplossing, dingen opruimen, zijn zielspijn, alles bij God neerleggen. Daarom is het zo belangrijk, als je Jezus kent om te doen wat hij van jou wilt, zodat je schoon blijft en een zegen bent voor anderen. En niet jezelf in gevaar brengt, en dat niet alleen. Als jij jezelf in gevaar brengt, is de duivel zo gemeen dat hij ook jouw nageslachten gaat pakken, gaat kwellen. De duivel is zo gemeen en er is niks liefs van. En Halloween gaat over, dat zal ik straks voorlezen, een heel kort stukje, wat het is. Het komt echt neer op dood, verderf, bangmakerij. Dus wij leven niet door wat wij voelen, maar uit geloof. En dan gaat het verder.
vers 8 tot en met 11. Zijn wij dus vol goede moed en hebben wij er meer behagen in buiten het lichaam uit te wonen en in te wonen bij de Heer. Daarom sterven wij er ook, streven wij er ook naar, hetzij inwonend of uitwonend, hem welgevallig te zijn. Want alle moeten wij verschijnen voor de rechterstoel van de gezalfde, opdat ieder zal meekrijgen voor wat hij in het lichaam verricht heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Nu wij weten wat ontzag voor de Heer is, trachten wij mensen te overtuigen, maar voor God zijn wij een open boek. En naar ik hoop ook een open boek voor u, als gij bij uw gewetens te raden gaat. Wij als christenen moeten eigenlijk een open boek zijn. Ze moeten naar ons kijken en zich zo vertrouwd voelen dat ze weten, dit persoon wil zo graag op Jezus lijken. Ik kan zoveel van deze persoon leren. Alles wat Hans op vandaag zo mooi ook postte op Kerk Online. Je moet een vertrouwenspersoon hebben. Dingen in het licht brengen. En straks als we ook offline zijn, kom naar voren als je een zonde beseft. Wij gaan niet oordelen. We pakken die machten aan. We binden ze in de naam van Jezus. Er komt kracht vrij wanneer je zegt, ik ben een zondaar. Ik heb, weet ik veel wat je hebt gedaan. Want bij God is vergevenis. De Satan wil juist niet dat je het zegt. Die wil ons door schaamte en alle beknellen. En ik heb ook goed nieuws. Als je dit al een keer hebt gezegd, en je hebt toch op je hart om dit te zeggen, dan hoeft dat geen eens. Dan is dat ook van de tegenstander. Want als je het eenmaal hebt beleden, dan is het voor God opgeruimd. Dus laat je niet dan meer kwellen door de tegenstander. God wil dat wij een open boek zijn voor elkaar. Hij wil niet dat wij stiekem alcoholisten zijn, of naar de hoeren gaan, of drugs dealen. Allemaal die dingen niet, want deze dingen zijn net zo gevaarlijk als Halloween, hoor. Misschien zullen sommigen denken, is Halloween dan zo gevaarlijk? Nou, ja. Halloween is eigenlijk een offerfeest dat al heel oud is. Het is een feest die ver teruggaat in de geschiedenis. En zo zie je dat alle gevolgen consequenties hebben. Het komt eigenlijk uit Ierland en zo. En de Ieren die gingen heel erg massaal immigreren naar Amerika. En in Amerika was er een burgeroorlog. En zij smachten om met de doden te praten. En dit bedoel ik hoe gevaarlijk het is, voordat ik het voorlees wat het precies inhoudt. Zonder te veroordelen, weet je. Maar hoe gevaarlijk het is als wij leven uit emotie. Wanneer wij leven uit gevoel en niet uit geloof. 2 Korinther 5 vers 7. Jongens, nog een keer. Wij leven door geloof, niet door wat wij zien. Als wij gaan leven door wat wij zien, door onze emoties, ja, dan begrijp ik je. Dan word ik humanistisch in plaats van christen. Zal ik je vertellen hoe dat komt? Stel je voor, hè, dat Anthony naar mij toe komt en zegt, Edward, ik ben zo verdrietig. Ik ben zo verdrietig dat ik nu elke dag alcohol drink, omdat ik anders niet kan slapen. Gewoon voorbeeld, hij is niet zo, hè. Gewoon voorbeeld, hè, vriend. En ik ga bij hem zitten en ik zeg, ja, ik begrijp het wel. Ik begrijp het wel. Misschien mijn vlees begrijpt dat wel. Maar het woord zegt, dit is erg. We moeten nu een stokje ervoor steken voordat het verder gaat. En dan mag ik hem bemoedigen. Mag ik hem inspreken. Weet je? En dan hoop ik dat er een kwartje valt bij de persoon. Dat hij denkt, ja, we moeten hier tegen binnen. Ik moet hiermee stoppen. Voordat dit klein probleempje een groot probleem wordt. En zo is het ook, hè. We leren gewoon uit het leven van Saul bijvoorbeeld. Koning Saul, een gezalfde van God, ging op een gegeven moment meer denken hoe mensen over hem dachten. Hij ging niet meer luisteren uit geloof, nee, door wat hij voelde. En wat gebeurde er? Hij werd jaloers, hij werd steeds nader. Daardoor kreeg hij demonen in zich, die hem gek maakten. Een psychopaat van hem maakten. Die zelfs uiteindelijk koning David wilde vermoorden. En op een gegeven moment kon hij God helemaal niet meer verstaan. De hele geest van God, de zalving, was weg. En wat gebeurde? Hij gaat waar hij altijd een hekel aan had. Naar waarzeggers toe, naar heksen toe. Om de dode profeet Samuel weer eigenlijk tot leven te wekken, geestelijk dan, om hem raad te vragen. Dit deed hij omdat hij geen geloof meer had. Dit deed hij omdat hij helemaal zijn gevoel zat. Zo gevaarlijk is dat. Hij besmeurde zichzelf. Hij besmeurde tevens ook Israël, want op dat moment was hij nog koning. De duivel is zo gemeen. Hij zal altijd juist door relaties willen werken. Ja. Dat vlekje. Meteen wegwassen. Niet laten schimmelen. Want dat vlekje kan gaan schimmelen. Als je het niet meteen weghaalt. En daar gaat het in ontsteken. En voor je weet moet je misschien wel je neus eraf hakken. Ja, hè. Maar zo belangrijk is het om een open boek voor God te zijn. Een open boek voor elkaar te zijn. De zonde bij God neer te zetten. En mensen
Ook christenen, als je Halloween viert, stop er vandaag mee. Zeg gewoon tegen God, ik kap ermee, ik heb er spijt van en vergeef me. En het is goed, het is opgeruimd. Halloween komt echt uit de duister. En ik zal voorlezen, een heel kort stukje, heel beknopt stukje. In de Keltische kalender begon het nieuwe jaar op 1 november. Waardoor 31 oktober oudejaarsavond was. Er werd gevierd dat de oogst binnen was en het zaaigoed voor het volgend jaar klaar lag. Daarnaast was er 31 oktober om een andere reden een bijzondere dag. De Kelten in Groot-Brittannië geloofden namelijk dat de geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terugkwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar. Hierdoor ontstonden er allerlei tradities, zoals het neerleggen van voedsel voor de deuren om de boze geesten mee aan te trekken en het dragen van maskers. Later werd dit Halloweenfeest vermengd met het Europese christelijke traditie. Moet je nagaan hoe de duivel christenen heeft kunnen laten liegen. Dit is totaal niet bijbels, hè? God waarschuwt ons zelfs hiervoor. We moeten niet met doden spreken. We moeten de doden laten zijn. We moeten ze over Jezus vertellen, zodat ze naar de hemel gaan. Amen. Namelijk Allerzielen heet dat feestdag voor christenen. Op een Allerzielen gingen verklede christenen langs de deuren om te vragen om brood en beloofden dan voor de dode verwanten van de gever van het brood te bidden. Ze probeerden ze de bevrijding van de overledenen uit het vagevuur te versnellen. Veel mensen vieren Halloween zonder zich bewust te zijn. Luister, als jij de Bijbel niet goed kent, hè, dan gebeuren er deze dingen. Halloween, wat van de duivel komt, heeft gewoon ingang gevonden tot christenen. En er zijn christenen die nog overtuigd zijn dat ze dit vieren. En als je zegt, het is niet Bijbel, zeg je, ja, maar dat doen we al eeuwenlang. Oh, kap ermee, snij het door. Dit is van de duivel. Je haalt demonen binnen. Je haalt demonen binnen in je kerk. Je haalt demonen binnen in je huis. Je hele nageslacht is bevlekt doordat jij demonen binnenhaalt. Want we leven letterlijk in een geestelijke oorlog. En we zien het zelfs. We zien gewoon dat Europa humanistisch was. Is. Maar wat er nu gebeurt in deze tijd is niks humanistisch aan. Humanistisch is eigenlijk ook heel dom. Het is voor God willen spelen zonder God. En nu zien wij, hè, onder andere dat bepaalde dingen gewoon gemanipuleerd, gediscrimineerd word je anders als je niet meedoet. Dit is echt rechtstreeks uit de hel, want God heeft jou en mij een vrije wil gegeven. Misschien zeg je wel, ja, eigenlijk waarom? Laat God het dan niet gewoon stoppen, die Halloween. Nee, de mens doet het. God wil samenwerken met jou en mij. En dan nog, mag jij luisteren, nogmaals, we hebben geest, ziel en lichaam. En wanneer wij alleen naar onze ziel luisteren, dat is jouw karakter. En die moeten we ook vaak afleggen, want we hebben allemaal wel een verkeerd karaktertrekje. Maar wanneer we helemaal geloven in Gods geest en ons laten snoeien, dan mogen we meer vruchten dragen. Dan gaan we steeds meer op Jezus lijken. Is dat moeilijk? Ja. En vooral als je eraan gaat werken, dan komt de pus als eerste eruit. Want de pus moet eruit. Maar dat betekent wel, waar aan wil is, is een weg. En dat zeg ik vaak tegen mensen. Wil je? Ja, dan geef ik jou niet op. Waar aan wil is een weg. En dat is moeilijk, want we moeten vernieuwd leren denken. We moeten denken zoals de Heilige Geest ons wil leren denken. Kijk maar, mensen, doe mee, hè? Met Halloween. En dan zeggen ze wel eens, ja, maar Edward, wij verkleden ons toch niet als een zombie, maar als een Spider-Man. Dan nog zeg ik tegen jou, deze feestdag, wat ik afschuwelijk vind alleen al om een feestdag te noemen, want in mijn beleving is dit een demonische dag, wordt opgedragen aan de duivel om te vieren de doden en eigenlijk om te vragen of overledenen bezit van je willen nemen. Dus, wat gebeurt er? Je stapt mee. Of je nou verkleed bent als assenpoester, verkleed bent als Spider-Man, verkleed bent als een engeltje. Het maakt de Satan niks uit. Hij is niet zo lief als God. Jij zegt, oh, jij doet mee met mijn dag? Maakt niet uit wie jij verkleed bent. Je doet toch mee? Misschien verkleed je helemaal niet. Ga je alleen langs de deur als snoep. Dan nog ben je net zo medeplichtig. Weet je? Dat spreekwoord kennen we. Als ik van de brug af spring, spring je toch ook niet? Nou, als jij niet besmet wil worden met demonen, moet je gewoon geen Halloween vieren. Ook niet op jouw voorwaarden, omdat je snoep wil. Zo is de duivel. De duivel heeft vele artiesten zelfs besmeurd van, wil jij macht? Wil jij rijkdom? Kan, geef mij jij jou. Verkoop maar je ziel aan mij. En toch kan Jezus zelfs deze mensen redden. He? Kijk maar naar Justin Bieber. Halleluja. Ah,
Voor de mensen die Justin Bieber niet weten dat hij tot levend geloof is, Google maar. Hij speelt nu worship muziek. Hij speelt nu voor de levende God. En hij getuigt dat het leven die hij had gekregen van de wereld, ellende met zich meebracht. Dat als hij God niet had leren kennen, zegt hij zelfs, was hij misschien wel dood geweest. God heeft hem weer hersteld. God kan jou en mij herstellen, maar wij moeten wel op zijn pad leven. En Halloween is een vloek voor de wereld. Het is letterlijk een vloek. Wij halen angst naar binnen, wij halen dood naar binnen, wij halen ellende naar binnen. En als wij zo doorgaan, kan dit heel verkeerd aflopen zelfs. Je kan er depressief door raken, je kan er angstig door raken, omdat je allemaal geesten binnenlaat. Waardoor je beetje bij beetje steeds anders kan worden, psychotisch kan worden, noem het allemaal maar op. Ik wil best dat ook een keer over uitleggen. Als je zegt, ja Edward, je praat maar omdat je uit de Bijbel kent en dat het in de Bijbel staat. Nee, ik ben een keer vervloekt geraakt door satanisten. Puur omdat ik het evangelie wilde vertellen. En het heeft me bijna een jaar geduurd om er weer bovenop te komen. Ik ben vervloekt geraakt door een satanist, gewoon in Zutphen. En ik wist het al op het moment dat ik wegging. Snap je? Dus ik weet, en dat vind ik mooi, de Satan, die heeft mij niet kunnen stoppen. Ik ben doorgegaan, omdat ik weet, God is sterker. Heb ik toen getwijfeld? Natuurlijk. Maar ik leef niet uit gevoel, maar uit geloof. Ik heb vastgehouden. En door dit heen kan ik straks een mooie preek neerzetten. Kan ik mensen beter begrijpen? Weet ik wel letterlijk dat God kan bevrijden. Halleluja, hij heeft mij bevrijd. En van glorie naar glorie ga ik. Maar ik moet mijn huis beschermen voor alles dat ik niet meer besmet word. Ik zeg hè, the only one ghost in my house. And that is the Holy Ghost. Amen. Er leeft maar één spook, één geest in mijn huis. En dat is de Heilige Geest. De Geest van God. En verder moeten al die demonen en trawanten heel ver bij mij wegblijven. Wanneer ik opsta, zeg ik ook, Heer, ik was mij schoon met uw bloed. Bescherm mij en mijn gezin met uw kostbare bloed. En soms voel ik het letterlijk in de geest. Dat er spreuken of andere gekke dingen op mij afgestuurd worden. En die vervloek ik. Want ik sta in mijn autoriteit. God heeft ons autoriteit gegeven. Omdat die dingen reëel zijn. De Bijbel leert ons dat zelfs. Ik ga zo afsluiten. Dus ik wil nog een paar dingetjes toch even nog zeggen. Deuteronomium staat in het Nieuw Testament. Of Oud Testament bedoel ik. Dat zijn de wetten van God. Heel belangrijk in die tijd. En dan zegt God het volgende. In Deuteronomium hoofdstuk 8. Vers 6 tot en met 11. Moet je horen wat God hier gewoon zegt. Bewaak dan de geboden van de ene, je God. En wandel op zijn wegen en heb ontzag voor hem. Want de ene, je God, is bezig je te doen komen in een goed land. Een land van waterbeken, wellen en kolken. De uiteigingen en slenk en bergland. Een land van tarwe en gerst, wijnstok, vijg en granaatappel. Een land van een olijf vol olie en van honing. Een land waarin je niet in armoe je brood zult eten. Waarin het je aan niets zal ontbreken. Een land welk stenen puur ijzer zijn. En uit welks bergen je koper hakt. Eten zul je en verzadigd worden. En zegenen de ene je God. Om het goede land dat hij je heeft gegeven. Nou komt het. Wees waakzaam. Anders vergeet je de ene je God. En bewaak je niet zijn geboden, zijn rechtsregels en zijn inzettingen die ik je heden gebied. Anders eet je en ben je verzadigd. Goede huizen bouw je en zetel je daarin. Zo gaat het door. Heel belangrijk stukje is dus wat God je allemaal wil geven. Maar we moeten op zijn pad wandelen. We moeten wel naar hem luisteren. Zo is het ook als je kinderen hebt. Als je kinderen wilt opvoeden, ga je ze niet slechte dingen leren. Je corrigeert ze. Hoewel het de vader of moeder vaak pijn doet dit pak slaag onder de billen te geven dan het kind zelf, ook al moet het kind huilen. Ouders willen alleen maar het liefst de liefde geven en ja zeggen. Maar als wij onze kinderen niet leren, dan wordt het tuig. Als wij niet naar God luisteren, dan worden wij tuig. Ook al lijken dingen lief, ook al lijken dingen mooi. We mogen straks niks meer, we mogen niet meer Zwarte Piet vieren, wat ik net voorlas, Sinterklaas. Maar we mogen wel Halloween vieren. We mogen wel vieren dat onze kinderen als zombies gekleed zijn en allemaal afschuwelijke dingen tegen elkaar zeggen en doen. Is toch krom? Is toch eigenlijk te bizar als we gewoon rustig gaan redeneren? Ik denk zelfs als je Jezus en de Bijbel niet gelooft, dat het kwartje toch kan vallen. En ik bid ook echt dat we onze kinderen beschermen, dat we onze maatschappij beschermen tegen dit duivelsfeest.
2 Petrus. 1 vers 3 tot en met 5. Nieuw Testament. Ik lees wel even voor in de makkelijkere vertaling. Dat vind ik wel een hele mooie tekst eigenlijk. Wat Petrus ons wilt vertellen. 2 Petrus, hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 5. Want als u hem beter leert kennen, zal hij u door zijn grote kracht alles geven wat u nodig hebt om werkelijk goed te leven. Hij zal je zelfs zijn heerlijkheid en goedheid met ons delen. Hij heeft ons geweldig grote en waardevolle beloften gedaan. Hij redt ons van de begeerte en het verderf om ons heen en geeft ons deel aan zijn eigen wezen. Maar daarvoor hebt u meer nodig dan vertrouwen alleen. U moet ook uw best doen om goed te zijn en zelfs dat is niet genoeg. U moet God beter leren kennen en weten wat hij wil. Weten wat hij wil. En hij wil niet dat wij de dood vieren. Hij wil niet dat wij zeggen, hey, weet je, ik wil demonen in mij hebben. Hij wil niet dat jij besmet wordt door angst en andere dingen. Blijf op zijn pad. Dat kan ik alleen maar zeggen. De Bijbel leert ons steeds allerlei dingen. En ik wil afsluiten met Efeziërs 5 vers 11 tot en met 13. Efeziërs 5 vers 11 tot en met 13. Doe niet mee aan de zinloze praktijken die bij de duisternis horen. Nou, dat is heel duidelijk. Halloween is duisternis. Dat wordt zelfs gevierd 's avonds pas. Ik kan je nog een heel onderwijsstuk over geven. Hoe belangrijk bijvoorbeeld voor bepaalde hoge priesters is om op Halloween te trouwen. Dat is niet zomaar. En dan heb ik het niet over Bijbelse priesters. Hè? Dan heb ik het over de heksen en de satanisten. Doe niet mee aan de zinloze praktijken die bij de duisternis horen. Maar stel ze aan de kaak. Nou, dat doen we vandaag. Wij stellen aan de kaak hoe gevaarlijk Halloween is. Maar dat zijn ook andere dingen. Dat is ook stelen, drugs, etc. Dat is net zo erg. De dingen die de goddelozen stiekem doen zijn zo schandelijk dat wij daaraan zelfs geen woorden vuil moeten maken. Daarom zeg ik, alles is bij God mogelijk. Doe het niet in de duisternis, maar breng het in het licht. We bidden voor je en ik geloof dat de genade en de kracht van Jezus alles weg was. Want het staat in het woord, dat is zijn belofte. Zo lief heeft hij de mens, dat als we een fout maken weer mogen opstaan. Maar we moeten wel snel daarmee zijn, anders kunnen we onszelf bevuilen en ook onze familieleden. Maar als het licht op hen valt, worden ze ontmaskerd. Alles wat openbaar wordt, is licht. Zo staat het ook geschreven. Slapen wordt wakker, sta op uit de dood en Christus zal u licht geven. Amen. Mensen, als je Jezus nog niet kent, dan ben je dood. Dan is jouw geest dood. Het gaat allemaal om de geest. Prediker 12 vers 7 zegt. Wanneer een mens dan sterft, zal zijn lichaam teruggegeven worden aan de aarde. Dat is ons vlees. Maar de geest zal teruggegeven aan God die hem gegeven heeft. En de geest komt pas tot leven als we Jezus aannemen. Want dan kan God weer contact krijgen. Jezus is die brug die jou weer naar de Vader leidt. Waardoor God weer tot je kan spreken. En de Heilige Geest is zijn stem. En dan nog is God zo lief dat hij niet in één keer jouw vrije wil afpakt. Zal hij nooit doen. Dan nog is het onze keuze om te luisteren naar de Heilige Geest. Om af te rekenen met zondes. Hoe moeilijk het ook is. En daarvoor hebben we elkaar nodig. Daarvoor zijn we het lichaam van Christus. Daarvoor mogen we gewoon niet humanistisch moeten we zijn. En dat wil ik ook tegen alle kerken zeggen. Misschien denk je, wow Edward, dat is wel een heftige preek. Ja, dat is nodig in deze tijd. Want kijk eens hoe ver we zijn. Halloween wordt op scholen gevierd. Halloween worden elke dorp, elke stad nu ineens in Nederland gevierd. Op een zwembad waar mijn zoontje zwemles krijgt, hangen de heksen, hangen skeletten over en bebloede handen. Ik vind dat niet normaal. Maar Zwarte Piet mag niet. Dat is racistisch. Ja, ik vind oké, ik begrijp dat wel. Maar ik vind dat Halloween minstens zo erg is. Minstens zo gevaarlijk is. Zacht uitgedrukt. Ik probeer een statement te maken. En God kan elk mens redden. Mensen, stop met Halloween. Vraag aan Jezus. Jezus, daag God uit. Jezus, als u dan echt bestaat. Laat het dan merken. God doet dat. Weet je waarom? Omdat hij jou zo lief heeft.
7 jaar geleden heeft hij mij aangeraakt. Daarom ben ik zo radicaal. Ik heb Boeddha-beelden, al die troep, uit mijn huis geduwd. Alles. Waarom? Het is een afgod. Wanneer ik Boeddha-beelden in huis heb of wat dan ook, het is een afgod. Amen. Hoe kan ik nou God verheerlijken, de Bijbel lezen en ondertussen snoepen van andere dingen? Dat kan niet. Zo werkt het toch ook. En je bent toch ook niet getrouwd met een vrouw en de hele dag ga je vreemd. Ja, helaas is dat ook al in sommige dingen normaal, hè? Als je ziet second love en zo. Maar dat is ook rechtstreeks uit de hel. Je maakt mensen daarmee ongelukkig. Je kan zelfs ziektes aan elkaar geven als je met Jan en Alleman doet. Een vrouw is niet gelukkig hoor. Als je alleen maar eten en drinken geeft en verder gewoon haar laat stikken en andersom. Als een vrouw alleen maar kookt en poetst en de man geen aandacht geeft en lekker buiten huis zoekt. Nee, dat doe je ook niet als hobby. Als jij Jezus heeft aangenomen, Jezus heeft alles betaald. Zijn hele leven heeft hij aan ons gegeven. Al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Voor alles. En dan zullen wij weer er een zooitje van maken. Oh, ik bid zo, hè. Ik bid zo dat kerk en iedereen echt gaan focussen wat Gods woord zegt. En dat niet alleen geloven, maar ook gaan doen. Want alleen geloven, zegt de Bijbel, en niet doen, is een dood geloof. Hè? Dat is zo'n mooi spreekwoord. Geen woorden, maar daden. Als wij in Jezus geloven, dan ben jij geroepen om het zout van de aarde te zijn. En een licht voor de natie. En Halloween is duister. En als wij allemaal gaan staan, zal het licht op deze demonische feestdag komen. En zullen mensen letterlijk gered worden. Amen. Voor het te laat is, hè. Voor het te laat is. En dat we niks meer te zeggen hebben. Ik heb elke christelijke school in Zutphen, die zich christelijk beweren te noemen, gebeld. En ik heb goed nieuws. Allemaal hebben ze geen Halloween gevierd. Amen. En één iemand zelfs. Die zei tegen mij, wat een mooie missie is dat, ga daarmee door. Ik werd daardoor bemoedigd. Als hij dat niet had gezegd, had ik het ook gedaan, want ik had dat op mijn hart van God. Maar dat is wel spannend, om ze te bellen, ja hallo, met Edward, ben een evangelist en ik heb een vraag. Ja, natuurlijk, wat is je vraag? Vieren jullie Halloween? Ja. Ja, kijk, me wel uitlachen, maar dat was wel een opdracht die God mij had gegeven. Ja. En dat doe ik gewoon. En gelukkig dat het zo goed uitpakte. Maar als het niet goed had uitgepakt, had ik het ook gedaan. Maar ik ben heel trots op deze scholen die zich christelijk noemen en ook niet deze duivelse feest naar binnen hebben gehaald. Want als ze dat wel hadden gedaan, dan had ik gewoon heel simpel gezegd, maar jullie geloven in Jezus. Zou je Jezus kunnen uitnodigen wanneer je de kinderen in zombie en met messen naar school laat komen? Ik denk dat Jezus daar zal staan en zo erg zal huilen. Jezus zegt zoals wie een kind iets verkeerds leert, kan beter zelfmoord plegen. Hij zegt, doe maar een steen om je nek en gooi maar het water. Dat zegt Jezus. Zo erg belangrijk is het dat wij investeren in onze generatie. Dat wij investeren in onze kerk en onze kerk zuiver en gezond houden. Hoe kan jij als christen yoga doen bijvoorbeeld? Weet je? Kijk, als het jouw grondgebied is, als God heel specifiek zegt, ik wil dat je daar bent om dingen te doen. Dat kan God doen, dat heb ik meegemaakt, dat heb ik gezien. Maar over het algemeen is dan een plek waar je ver weg moet halen. Want je gaat mediteren. En Gods meditatie is niet om leeg te worden, maar om het woord van God te herkauwen en over na te denken. Zodat de Heilige Geest jouw woorden Gods kan laten proeven, kan laten zien, letterlijk, en kan laten voelen. Zodat je gesprekken met de levende God. Wanneer je helemaal leeg wil doen, dat is boeddhistisch, dat is zen. En dat is heel gevaarlijk ook. Daarmee kan je ook demonen naar binnen halen. Ja. Misschien schrikken mensen wel, is dat zo? Ja, daarom is het zo mooi. Wanneer wij een relatie hebben met God. Naar het kerk gaan, goed gezond onderwijs krijgen. Dit gaan toetsen met het woord, hè? Want alles moeten we ook toetsen. Toets ook maar wat ik heb gezegd. En je zal erachter komen dat we in de geestelijke wereld leven. Dat hierna het eeuwig leven is, eeuwig. Dit is maar heel even, misschien 100 jaar. Wat is 100 jaar tegenover de eeuwigheid? Helemaal niets. Maar dat wat jij achterlaat, dat kan wel besmet raken. En heel lelijk worden en heel vies worden. Wij zijn geroepen om een generatie van soldaten te zijn. En wij zijn niet geroepen om humanistisch te doen, omdat deze wereld niet meer het woord van God wil horen. Wij mogen radicaal in de liefde zijn. En de liefde is ook de mensen de juiste pad wijzen. Weet je? Ik zal nooit als iemand zondig hem wegduwen. Nee, want God heeft de mens lief, maar niet de zonde. En aan God komt alle oordeel toe, niet mij. Maar ik kan wel de persoon in de liefde meenemen en kijken hoe dat gaat. En kijken wat ik in ieder geval kan bidden of kan zeggen. Als ik ga luisteren naar de Heilige Geest. En daar wil ik iedereen mee bemoedigen, of je nou kijkt of niet. En stop met alles. Als je vanavond erop uit wil om Halloween te vieren, kap ermee.
Zet alles in de fik, die verkleeddingen, die slingers, alles gewoon in de fik. Ga ineens weggooien, dat misschien anderen kunnen pakken, maar zet gewoon in de fik. En maak een statement om radicaal voor Jezus te gaan. Om een licht voor de wereld te zijn en een zout voor de natie. Dit was het. Amen. Amen. Amen.